Tussen 1943 en 1945 is Duindorp sperrgebied. Verboden gebied. Een spookdorp. De huizen, dicht bij de duinen, worden door de militairen vaak illegaal gebruikt als stallen, garages en brandstofopslag. Veel straten zijn opgebroken. De klinkers worden door de Duitsers gebruikt als bouwmateriaal voor de aanleg van een weg langs de bunkers in de duinen. Van 1945 tot 1947 gaat het uitwonen van de Duindorpse huizen door. Veel ruiten zijn stuk, deuren ontbreken soms, woningen zijn doorgebroken. De gevangenen in kamp Duindorp slapen op jutezakken die met stro gevuld zijn. Ongedierte tiert er welig. Het is niet verwonderlijk dat na het vrijkomen van de huizen de gemeente deze eerst een flinke opknapbeurt moet geven voordat ze kunnen worden vrijgegeven voor de teruggekeerde Duindorpers. Die terugkeer gaat in fase. Vanaf de Duivelandse straat in de zuidwestrand van de wijk gaat het in 1947 in stappen naar het noordoosten tot tenslotte de Houtrustweg is bereikt. En het hek van het kamp verschuift steeds mee. De woningnood is groot net na de oorlog. Dat maakt het voor mensen zonder economische binding aan Den Haag moeilijk om terug te keren naar de stad. Nergens zijn zoveel huizen voor de Atlantiekwal gesloopt als in Den Haag. De ambtenaren die na 1942 deels met hun ministeries waren meegereisd naar het midden van het land, krijgen voorrang bij terugkeer. En toen heeft ze uiteindelijk een huis gekregen, ja, een te klein. Het is, de juffrouw zei ook wel, de juffrouw van de gemeente zei, ja, dan heb ik wel een huis, maar het is te klein, wordt het hele gezin. Het was ook inderdaad te klein. Toen kwamen we in de Vlakkese straat terecht. Vlakkese straat 151, dat was een bovenhuis. En dan moet je denken, boerenkinderen met knopjes, want wij waren echt boerenkinderen. We spraken dat taaltje. We spraken alleen, we waren gewoon in de boerengezin natuurlijk opgenomen. We spraken gewoon die taal. En toen kwamen we dus in Scheveningen. En kwamen we in die Vlakkese straat. Er zat eigenlijk nog een hek omheen. Want helemaal in het midden waren de NSB'ers. En wij moesten ons eerst nog melden. We zijn toen met een lege auto teruggebracht. Toen kwamen we dus aan in Scheveningen. En toen vroegen de buurkinderen aan hun moeder, mogen we met die boerse kinderen spelen? Loop verder door en ga rechts de Goerese straat in. En vervolgens links de Vlakkese straat.